En wij nemen bijvoorbeeld één schip, nemen wij 36 vrachtauto's mee. Dat is toch wel een stuk verdeling als je het over de weg moet doen. De Rijnkade, ja. Zelf opvallen. We zijn in het Alverium, de containerterminal in Alphen aan den Rijn. In Rotterdam worden containers overgezet via een terminal op binnenvaartschepen. Die binnenvaartschepen brengen de containers in groot regelmaat hier in Alphen aan den Rijn. In Alphen aan den Rijn op de terminal worden containers op een truck geplaatst, die ze vervolgens lost bij de importeurs. Van de importeur zouden ze rechtstreeks door kunnen naar de Heineken om weer te beladen. Komt vervolgens hier terug in Alphen aan den Rijn, wordt er hier op het schip geplaatst en vervolgens weer in Rotterdam afgeleverd. De bedrijven die hiervoor kiezen, dit is tweeledig, is uiteraard natuurlijk een kostenpunt. Men gaat hierop besparen. Ander punt is dat de verantwoordelijkheid van de bedrijven op het gebied van bijdrage aan het milieu steeds groter wordt en men het steeds meer als een verkooptool gebruikt. Klaar voor vertrek? Vroeger stond je heel veel in de file en je deed op zich veel minder ritten dan nu met Alverium, want dan kon je zeg maar qua rijuren maximaal 3 containers doen in 12 uur. En nu met de kortere ritten die je hier naar het Alverium doet, kan je als het een beetje loopt gewoon 10 containers doen. Het Alverium is in staat om het containertransport efficiënter te regelen. Door lege containers die vrijkomen bij Zeeman voor andere partijen te gebruiken, zoals bijvoorbeeld Heineken, die exporteert. Uiteindelijk betekent dat een stuk kostenbesparing, omdat we niet meer afzonderlijk heen en weer naar de haven hoeven te rijden. En dat kostenvoordeel komt uiteindelijk dan ook weer bij beide partijen terug. Heineken is een van de initiatiefnemers geweest van het Alverium. En dan praat je al over 15 jaar terug, omdat we uiteindelijk de bereikbaarheid voor de lange termijn willen borgen. Dus of je afhankelijk bent van dat stukje van 13 kilometer, hoeveel vertraging daarop ontstaat, of dat je afhankelijk bent van 85 kilometer naar de haven van Rotterdam. Daar zit met name de betrouwbaarheid in. Duurzaamheid is voor ons belangrijk. Als je kijkt uiteindelijk wat de uitstoot is, de CO2-uitstoot van het traject wat we nu doorlopen, dus een stukje met een vrachtwagen en vervolgens de rest met binnenvaartschepen, dan besparen we uiteindelijk een derde op de uitstoot van onze CO2. De eerste voorbeelden zie je al dat klanten gaan vragen wat de carbon footprint is van dat flesje.